Dit is Digitaal Parkstad, een informatief programma over de digitale ontwikkelingen in Parkstad. Online netwerken is helemaal hot, maar fysiek netwerken is ook nog steeds heel belangrijk. Wij gaan vandaag onderzoeken hoe het een het ander kan versterken. Nou, Leanne, Open Coffee Club, wat is er nou precies? Open Coffee Club is eigenlijk een informeel netwerk voor en door ondernemers en bedrijfsleven. Het is een netwerk wat informeel één keer in de maand georganiseerd wordt. En ik ben de initiatiefnemer van de Open Coffee Club Heerlen. Goedemorgen, welkom bij de 12e Open Coffee Club. We bestaan vandaag 1 jaar. Vandaar dat we ook een special guest in ons midden hebben. Het zal jullie allemaal niet zijn ontgaan wie dat is. Op welke manier vult het online netwerk het fysiek netwerk daarbij aan? Nou, het online netwerk, ik heb dat zelf ook gemerkt, dat die social media's op dit ogenblik heel erg belangrijk zijn. Omdat het een permanente bron is die geraadpleegd wordt. En je moet toch inderdaad herhalen van jongens, we hebben weer wat, er wordt iets georganiseerd. En het is echt een combinatie van elkaar en het helpt elkaar heel erg. Dus ik zou het nooit los van elkaar doen. Online netwerken, doen een burgemeester er ook aan? Ja, en netwerken doen we. En online... Ja, laat ik zeggen, het e-mailadres van de gemeente en ook mijn eigen e-mailadres staat natuurlijk altijd open. En mensen die zich daar melden, ja, die zorgen ervoor dat die ook altijd een reactie krijgen. En ik vind het heel erg belangrijk, want het levert vaak de signalen op die, ja, laat ik zeggen, wat er leeft in de stad, wat er speelt in de stad. En wat dat betreft maak ik daar heel veel gebruik van. Online netwerken doe ik via LinkedIn, via de verschillende netwerkclubs die er zijn voor mijn branche, de financiële branche. Het hoort gewoon bij elkaar. Het is eigenlijk een beetje de oude en de nieuwe media gecombineerd. Ik ben liever van het 1-op-1 contact en per e-mail gaat dat volgens mij beter dan met het twitteren. Ja, en Twitter, ja. Social media, dat doen we volgens mij allemaal een beetje aan. Ook de gemiddelde ondernemer. En het helpt. Het helpt elkaar om elkaar te vinden en om informatie uit te wisselen. En dat is eigenlijk het digitale wat we eraan doen. Het internet, zeg maar het hele online gebeuren. De eerste zoekmachine is waar mensen gaan kijken en zeggen van... Hey, ik ga eens even als ik straks thuis kan op internet kijken of ik wat meer van die persoon te weten kan komen. En dan heb je dus inderdaad social media. Maar ook de website van het bedrijf is dus echt een hele noodzakelijke bron. Omdat dat heel veel van je laat zien.